Helaas is het nog altijd niet vanzelfsprekend dat een kind zijn eerste verjaardag viert. In ontwikkelingslanden sterven jaarlijks 128.000 pasgeboren baby's en 30.000 moeders aan de gevolgen van tetanus. Iedere 3 minuten overlijdt er een pasgeboren baby en dat terwijl eenvoudige vaccins dit hadden kunnen voorkomen. Door toekomstige moeders en zwangere vrouwen in te enten, kan worden voorkomen dat tetanus de kans krijgt om moeder en baby te besmetten vlak na de bevalling. UNICEF en Pampers hebben de handen ineengeslagen om tetanusbesmetting onder zwangere vrouwen en zuigelingen wereldwijd uit te bannen. Daphne Dekkers is ervaringsdeskundige op het gebied van opvoeding en kinderen en ambassadrice van de campagne Pampers en UNICEF. 1 pak is 1 vaccin. Ik ben hier in Burkina Faso op een vaccinatiepunt van UNICEF. En hier kun je zien hoe belangrijk het is dat al die moeders prikken krijgen, zodat ze beschermd blijven tegen tetanus. Onhygiënische omstandigheden tijdens de bevalling, zoals het gebruik van niet-steriele materialen om de navelstreng door te knippen, maken dat tetanus zowel moeder als kind kan infecteren. Deze baby is 1 week oud. Ik ben echt trots op dat ik hem vast mag houden van de mama. Als een pasgeboren baby eenmaal is besmet met tetanus, zal het onvermijdelijk een pijnlijke dood sterven. Het vaccinatieprogramma van UNICEF geeft moeders en kinderen wereldwijd hoop op leven. De kans om te dromen van een gezonde toekomst samen met hun kind. Als je wil weten waar die vaccins terechtkomen, hier dus. Niet alle problemen zijn in 1 keer het hoofd te bieden. Maar met dit inentingsprogramma biedt UNICEF moeders en pasgeborenen een gezonde start om iets van hun leven te maken. Help moeders en hun pasgeboren baby's. Het is zo simpel. 1 pak Pampers betekent 1 vaccin tegen tetanus. Volgens UNICEF en de World Health Organization is het mogelijk om in 2012 tetanus bij moeders en pasgeborenen uit te bannen. Meedoen is heel eenvoudig. Koop een pak Pampers en een vaccin wordt gedoneerd aan UNICEF. Want 1 pak Pampers is 1 levensreddend vaccin. Samen kunnen we tetanus bij pasgeborenen de wereld uit helpen. Moeders helpen moeders. Makkelijker kan het eigenlijk niet.